Vandaag hebben we opwindend nieuws over onze geliefde club. Zorg dat je al geabonneerd bent op het kanaal en vergeet niet je like achter te laten. Laten we zonder verder oponthoud in de details treden. Helaas lijkt het erop dat we op het punt staan de getalenteerde Francesco Antonucci te verliezen aan AJ Auxerre. Volgens de Franse krant L'Equipe zijn de Fransen geïnteresseerd in onze 24-jarige aanvallende middenvelder. Antonucci. Die bij ons nog een contract heeft tot medio 2024, zou afscheid kunnen nemen van Rotterdam. Maar, mensen, onthoud dat de liefde voor Feyenoord is waar het echt om gaat. Als het in het belang van de club is, zullen we deze beslissing steunen. Prachtig nieuws om ons hart te verblijden, Bart Nieuwkoop is terug in ons geliefde Feyenoord. De 27-jarige verdediger, afkomstig van Real Union Belgium Saint-Chinoise, heeft een contract getekend tot medio 2027. Nieuwkoop deelde zijn enthousiasme over zijn terugkeer in ons shirt en ook wij zijn verheugd hem terug te hebben. Hij heeft in het verleden bijgedragen aan onze overwinningen en we kunnen niet wachten om hem weer in actie te zien. Houdt jullie harten klaar voor dit geweldige nieuws. Er gaan sterke geruchten dat Feyenoord oog heeft voor de talentvolle spits Javi Puado, die momenteel speelt voor RCD Estamol in de tweede divisie van Spanje. Onze ogen zijn gericht op deze mogelijke toevoeging, die een nieuwe glans aan onze aanval zou kunnen geven. Met zijn uitzonderlijke vaardigheden als linkervleugelaanvaller zou hij de diepgang en creativiteit kunnen brengen waarnaar we op zoek zijn. Javi Puado, geboren in Barcelona, is een echte belofte. Zijn technische en tactische vaardigheden hebben het potentieel om onze aanval te transformeren. Ondanks dat hij in de tweede divisie zit, heeft hij zijn kwaliteit door de seizoenen heen bewezen en is hij meer dan klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Investeren in Puado zou een mooie stap kunnen zijn voor onze toekomst. Gezien het opwaartse potentieel en de energie die het Feyenoord zou geven. Zouden de mogelijke komst van Javi Puado en de triomfantelijke terugkeer van Bart Nieuwkoop een nieuwe impuls kunnen geven aan Feyenoord? En over het vertrek van Francesco Antonucci, hoe denk je dat dit ons team zou kunnen beïnvloeden? Laat je mening achter in de reacties en laten we de opwindende toekomst van onze club bespreken. Hoewel al dit nieuws vol verwachtingen is, moet u er rekening mee houden dat sommigen nog steeds speculatie zijn. Maar als we ons voorstellen dat Javi Puado het Feyenoord-shirt draagt, dromen we al groots en maken we ons nog meer zorgen over het volgende seizoen van de eredivisie. We blijven ons Feyenoord met z'n allen steunen.